Lotte, wat gaan we nou eigenlijk doen hier in Loenen? Decennia lang boden verpleeghuizen onderdak aan zorgbehoevende ouderen. Maar tijden veranderen. Ouderen wonen langer thuis. Ze verhuizen alleen als het niet anders kan. Veel verpleeghuizen worden gesloopt of staan op de nominatie om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook woonzorgcentrum Het Kampje in Loenen aan de Vecht dreigde te verdwijnen. Iedereen vond dat Het Kampje moest blijven en een tweede jeugd verdiende. Op initiatief van woningcorporatie Habion, zorggroep De Vechtstreek en gemeente Stichtse Vecht is Het Kampje gerenoveerd en getransformeerd in een woonzorgcentrum nieuwe stijl. Inwoners dachten mee over het gebruik van het gebouw en brachten hun wensen in. In het nieuwe kampje wonen zorgbehoevende ouderen, maar er is ook ruimte voor zelfstandig wonende vitale senioren en relatief jonge huurders. Het Kampje Plus wordt een nieuwe woonvorm waarin oudere mensen prettig gaan wonen in een nieuwe woonomgeving in het kampje. Waarbij de verandering gaat bestaan uit het feit dat er niet alleen maar mensen met zorg in het kampje gaan wonen, maar dat er ook mensen zonder zorg gaan wonen en wellicht ook nog wat jongeren. Alle appartementen in het kampje zijn vernieuwd en bieden alle ruimte voor een aangenaam en prettig woonklimaat, zowel voor één als twee persoonshuishoudens. Mensen ervaren wonen in het nieuwe kampje als aangenaam en prettig. De nieuwe woonsituatie zorgt voor spontane ontmoetingen op de gang, al komen sommige bewoners ook geregeld bij elkaar over de vloer. Vrije sector sociale huurwoningen, 1 kamer, 2 kamer, 3 kamer appartementen. En wil je geen zorg, dan neem je dat niet af. Wil je zorg, dan kan dat. Het nieuwe kampje beschikt over een aantal gezamenlijke voorzieningen. Elke etage heeft een ruime woonkeuken waar bewoners samen of met hun familie en vrienden kunnen koken. Op de begane grond en eerste etage is de bibliotheek gevestigd. Een boek lenen of gebruik maken van de faciliteiten was nog nooit zo gemakkelijk. Daarnaast zorgt de bibliotheek voor leven in de brouwerij, net als de activiteiten van andere dienstverleners, zoals welzijnsorganisatie Stichtse Vecht, een schoonheidsspecialiste, kapsalon en fysiotherapeut. Het nieuwe kampje is meer dan een gebouw waar mensen van verschillende leeftijden met elkaar samenwonen. Het is de plek waar ouderen happy ouder worden. Een klein wijkje waar iedereen welkom is. Een belangrijke sociale voorziening voor het hele dorp. Er zullen steeds veel meer partijen ook in een gemeenschappelijke ruimte activiteiten gaan ontplooien. Waardoor het gewoon een levendig centrum wordt. Wij praten een beetje over dragers en vragers. De dragers zijn de mensen die de nieuwe vorm gaan uitbaten. En de vragers zijn de wat oudere bewoners die nog zorg behoeven. En met die nieuwe mix in een nieuw gebouw wat in een heel nieuw jasje is gestoken, denken wij dat daar zometeen een prachtig woongebouw staat met heel veel kansen voor oudere bewoners. Het nieuwe kampje ligt midden in Loenen aan de Vecht. Het dorp is met zijn historische kern, waterrijke omgeving, groene uitstraling en 144 rijksmonumenten een van de charmantste plekjes van Nederland. En dus een aangename plek om te wonen. Op loopafstand van het nieuwe kampje zijn verschillende voorzieningen, zoals een supermarkt, huisartsenpraktijk, restaurants, het park en Molen de Hoop. Buitenkans is om midden in het dorp op zo'n prachtige locatie met alle voorzieningen bij de hand om daar nu iets te kunnen huren. Ik zou me als de sodemieter inschrijven, want voor je weet is dat weg. Het kampje biedt plaats aan in totaal 71 sociale huurwoningen. Daarvan zijn er maximaal 36 bedoeld voor mensen met een zorgzwaartepakket 5 of hoger. Zorggroep De Vechtstreek regelt de verhuur van deze woningen. De andere 35 woningen gaan via toewijzing naar ouderen met of zonder zorgvraag. Zo'n 10% van dit totaal is bestemd voor verhuur aan andere doelgroepen, zoals jongeren. Is het een mooi verhaal of zijn het ook echt al tastbare resultaten? Nou, Ank? Nou, er zijn heel veel tastbare resultaten hier. Naast natuurlijk het feit dat er ontzettend veel mooie woningen nu zijn voor juist jong en oud. Hè? Dus het is niet alleen de ouderen, dat beeld hebben veel mensen, maar juist de combinatie van ook andere generaties naar binnen halen. De verschillende type 1 en 2 kamerappartementen
hebben een oppervlakte van circa 27 vierkante meter tot circa 54 vierkante meter en zijn allemaal gelijkvloers. Elk appartement is voorzien van een inbouwkeuken en aparte badkamer. Huurprijzen variëren van 415 tot 649 euro per maand. Daar komen nog servicekosten bij. Afhankelijk van inkomen en gezinssamenstelling is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Want je hebt alle mogelijkheden om, als je dat zou willen, mensen te ontmoeten, samen iets te doen en niets hoeft en alles mag. Er kan zoveel meer. Interesse in wonen in dit nieuwe kampje? Neem geheel vrijblijvend contact op met de makelaar voor een vrijblijvende bezichtiging of meer informatie.